hij ook voorin te vinden bij deze vrije trap. Niet helemaal lekker georganiseerd. Dat is een understatement. Italië staat al voor in de derde minuut. De goal is van Bellotti. Daar komt werkelijk helemaal niets van de organisatie bij deze standaard situatie. Blind. Beweging bij Vormer vanuit het middenveld. Diepgang dus bij Vormer. En Perin komt heel lelijk terecht. Crisito. Dat is een fraaie paas van Crisito. Sinnesse. Maar er is een vlag voor buitenspel van Benen. Ja, het ligt natuurlijk allemaal een beetje onder een vergrootglas wat die assistent scheidsrechter. Die zie je. Wat een paas. Schitterend. Tito. Die wel weet wat opkomen is. Goede voorzet leek het. Van Dijk kan nog onderscheppen en Hatenboer dan toch. Verdi. Vrij gemakkelijk weggeloopt bij Blind. Weer een foutje achterin nu bij De Ligt. Terugleggen en Sinnesen. Goede bal van Insigne, Bellotti en Sinnesen met de redding. Wat een kans voor die spits. Schitterende paas van Insigne. Waarschijnlijk dat Bellotti hier Italië niet op. Insigne terugleggen. Nu is de volgende kans alweer daar voor Italië. Verdi jaagt hem op druister over de goal van Sillissen. Memphis goed weggedraaid. Goed aangenomen. Nu een keertje uithalen. Ja, dat is helemaal niet zo'n gek idee. Want wat hebben we? Nu blijft de vlag omlaag en komt hier de volgende kans voor Italië. En weer is het. Niet raak, dat is een klein wonder toch, dat het nog altijd 0-0 staat. Weer Verdi met de mogelijkheid. Jorginho met een lepe paas vanuit het middenveld. Vormgever van de Napoli. Schitterend. En nu op de doellijn. Vormer. Bal weer in. Jammer. Oh, dat pakt bijna nog heel aardig uit, dat balletje van Daryl Jama. Dan nou een... Nu sluiten er nog vier aan. Insigne van afstand. Is die run naar voren van onder andere Zappacosta helemaal van niets geweest. Vormer. Babel onderweg. En Villena staat helemaal vrij bij de tweede paal. Villena met de volley. Beste kans voor het Nederlands elftal na een uur spelen. Italië van Memphis met de kopbal recht in de handen van de doelman. Even de twijfel bij Sinnesen. Italië gaat door en Zagda schiet hem binnen. Misschien wel via het been van Van Dijk. Italië op voorsprong in de 67e minuut. Dat dat verdiend is, daar kun je niks over zeggen. Aan de andere kant Babel, en daar wordt de bal niet gespeeld door Crisito. Dus een vrije schop voor het Nederlands elftal. Daar moest hij lang over nadenken, de Russische scheidsrechter. Maar Babel is simpelweg sneller. En Crisito raakte de bal niet. Memphis laag. En Redding Perry. Die gaat eruit halen. Aardige poging. Villena. Balotelli. Die willen ze nog wel even zien. Berghuis ondertussen met een aardige poging. Redding van Perin. De driftige koning van Italië. Memphis. Een beetje uit leek het te zijn voor Quincy, wat je neemt er niet. Janmaat moet achteruit, dan zullen ze maar nog een keer. Berghuis, dat is een goede bal en daar is het 1-1. AK kan vrij in koppen. En zo lijkt het Nederlands elftal dan toch een resultaat te gaan halen, in ieder geval in Turijn. Dat is een opsteker, hoe je het ook bent of keert. Fraaie voorzet van invaller Berghuis, andere invaller AK.
winnen zijn als het Nederlands elftal het nog weet te winnen in de laatste minuten. Maar had hij zomaar gekund. Had hij zomaar gekund. Wordt van het Nederlands elftal in de tweede helft. Kampman dus vanuit de dugout. Memphis test Perrin nog een keer.